Joost Zwageman, Jeltje van Nieuwhoven, Frits Barend, Giel Beelen, Nader van Nie, Thomas Akta, Lies Tinkert, Mamon, Trugo Borst, Katja Schuurman en mijn tafelheer is Mark-Marie Huibrechts. Dit is De Wereld Slaat Deur! Tja, dit is De Wereld Slaat Door van zondag. Mark-Marie, je bent er weer. Ja, nou, ik ben er weer, hoor. Ik heb mijn cappuccino weer. En de mensen moeten altijd op me lachen. Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja. 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 Heb jij dat ook met Thijs, dat mensen het leuk vinden dat je er bent? Mark-Marie, het gaat nu niet om mij. Schitterende DVD. Het gaat niet over mij. Genoeg, jongens, niet over mij. Dit is schitterende DVD. Mark-Marie, je bent revolutionair. Je bent populair. Je bent erg. Je bent met veel flair. Is er iets waarvan je denkt, ik heb iets gezien, dat is iets voor, op tv, iets voor De Wereld Slaat Door? Op tv? Op tv? Ik vind het zo'n lekker woord. Op tv? Nou nee, het is ernstig. Ik heb een kookclub, hè. Ja, met die mevrouw die daar zit, heb ik een kookclub. Ja, vinden we leuk, hè. En zal ik een keer voor jou ook koken, Matthijs? Later, nu even niet. Genoeg over mij nu. Genoeg over mij. En dan nu. Make-up en haarkunstenaar Marie van der Ven. Ooit werd hij bekend in het programma Koffietijd, dames en heren, gepresenteerd door Hans van Willigenburg en Mireille Bekooi. Inmiddels kunnen Sylvie Meijs, Wendy van Dijk, Wilma Nanninga, Chantal Jansen en Gordon en Nalveerkamp niet meer zonder hem. Een logisch gevolg is een eigen programma, zul je zeggen, waarin bekende Nederlanders verrassend worden gemetamorfoseerd. Vandaag in de metamorfose, Giel Beelen. Giel heeft een hele lichte huid met hier en daar een puistje. Giel, vind je het leuk om in de metamorfose te zitten? Giel heeft een klein glimmertje. Het is het beste dat het een beetje anti-glimt wordt. Scrubben van de huid is zeer belangrijk. Als je geen scrubcreme hebt, dan is dit een goede oplossing. Nou, even doorzetten, Giel. Daar gaan we. Ik vind dit geluid zeer opwindend. Dit haar kan echt niet meer, Giel. Dat moet geknipt worden. Een touch met deze eyeliner zorgt voor een goede glimlach. En dan nu het resultaat. Wat zie je er schitterend uit. Ik zou verliefd op je kunnen worden. Je hebt ook een hele mooie huid met hier en daar een sproetje. Mark-Marie, mijn vraag aan jou. Is dit iets voor jou? Nou, ik vind die Marie van der Ven, die vind ik zo verwijfd. Die vind ik zo verwijfd bewegen, hè. En die heeft zo'n hele verwijfde stem. Daar hou ik absoluut niet van, hè. Nee, Mark-Marie, ik bedoelde de metamorfose. Giel Beelen, jij bent altijd een frisse persoonlijkheid. Die staat nu vreselijk leuk te dansen en te swingen ook, wat je goed doet. Genoeg over mij. De nieuwe look die ik nu zie, ik zie geen nieuwe look, is blijkbaar, en dat is mijn vraag aan jou, niet bevallen. Ik vind je toch ook veel frisser en leuker als hij zo is, gewoon als zichzelf. Want weet je wat het is bij metamorfoses? Dan sta je de volgende ochtend op en is de hele metamorfose weg. Ja. Als u zich afvraagt, dames en heren, wie deze dame is die naast me zit, het is Nader van Nie, dames en heren. Ze is nu al in het programma. Ja, Nader van Nie. Het volgende filmpje werd het slechts bekeken op onze website. Het is wederom een fragment van de serie Zeer Saai in Miami, geen New York, geen Las Vegas of Paramaribo. Jongens, het staat allemaal verkeerd in de autocue. We praten daar later over. Goed, Horatio Kane, dames en heren. En zijn toegewijde Alex. Nogmaals, Zeer Saai Miami. Horatio, sorry. Alex, you are late. I had to pick up this box. Good point, Alex. What's in the box? I don't know, Horatio. Because the box is closed. Good point again, Alex. Maybe you can open the box. Oh, how exciting. I like presents. My Lumen from
Idols 1. So, the cause of death is a neck shot. No, Gordon wasn't there yet. Dat was toen met die bol in de jury. Alex, what's that? That's his boyfriend. He's crying the whole day in the gang. It makes me whoppy. Whoppy, Alex. Wait a minute. Oh, Horatio, he's such a brave man. Alex, I fixed the problem, and I took something from him. Let's dance! Serie en het crime scene. Ik wou dat ze mij eens vroegen voor lijk. Ik kan heel goed acteren. Ik heb ooit een vonnetje gespeeld. Heb je een ander vonnetje? Nou, die film heb ik nog thuis. Ja, heb ik nog op een videoband gehad van vroeger. Hè? En dan heb ik daar zo'n plakkertje op gedaan. Heb ik allemaal leuke kookprogramma's opgenomen. Ja, was een verschrikkelijke film. Ik wist niet dat je zo goed kon koken. Ik wil wel een keertje bij je komen eten. Tja. Aaron Spelling, dames en heren, producent van onder andere Starsky & Hutch, The Love Boat Dynasty, The Flames of Pot en Melrose Place. Hij is dood. Ah! Oh. Oh. Is hij dood? Ja. Wat een verschrikkelijk shownieuws! Hij is morgens dood, al anderhalf jaar, dames en heren. Ooit bedacht hij een serie rondom drie mooie vrouwen, dames en heren. Kent u het nog? Ja? Ik hoor geen titels. Charlie Angels, u kent het nog, mevrouw? Charlie Angels. We gaan terug naar het jaar... Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Are you there, my angels? Yes, Charlie. Angels, kijkcijfers zijn zeer belangrijk. Ik heb slecht nieuws voor Jill. Jij bent fired, Jill. Oh, Charlie. Jill, lever je pistool en je haar in. Angels, goed nieuws. Jullie krijgen een nieuwe angel. Ze is mooi, sexy en mooi. Ze is een aanwinst voor de serie. Nel Featherkamp. Maak mij niet uit, die man slavenkoffer die jullie allemaal laten halen, hoor. That's my girl. Dat hou ik me niet meer op. You go, girls! Is Nel Veerkamp de nieuwe Charlie Angel? Dat moet ik gaan doorgeven aan SBS Shownieuws. Nou, ik vind geen shownieuws, hoor. Ik vind het vreselijk nieuws, ja. Tja, nada van hier, dames en heren. U heeft haar zien zitten. U mag een applaus. Hoi. Goed dat u er bent. Ze is presentatrice van vele programma's geweest en getrouwd met Brian Roy. Was jarenlang het gezicht ook van SBS Shownieuws. Ja, SBS ja, Shownieuws ja, met ja. Vele nieuwtjes. Mijn vraag aan jou, nada, hoe gaat het met je? Ja, zo goed. Ik heb je boek gelezen, ja. Je tijdschrift en je DVD. Ik vind je zo geweldig in je vraag. Als ik zo was geweest als jij, dan werkte ik nog heus mee. Is meer Sonius. Ik vind je een spetter. Ik vind je zo bindend. Ik zop bijna van mijn stoel hier al de hele avond. Echt, Matthijs. Ik dank u voor dit gesprek. Dames en heren, volgende week zit hier Paul de Leeuw, Martin Spanjer en Jan Marijnissen. Ik kijk nog even voor de site voor nog meer informatie voor De Wereld Slaat Deur. En win het schitterende DVD-pakket. Goedenavond.